Goedemorgen. Goedemorgen. Terwijl John hier aan het werk zit, ben ik al bijna bezopen. Want we hadden net, dus ligt altijd cola in de koelkast, dat is van onszelf. En dat is ongeveer mijn standaard ritueel, loop in de koelkast en doe ik slok cola. Giet ik echt mijn hele mond vol. En dit keer was niet alleen cola, maar er zat van alles doorheen. En daar liggen ook drankflessen. Dus ja, ik ben de dag gewoon goed begonnen. En terwijl dat zo is, hebben we ook ondertussen de video. Je moet nog wel even bij vertellen, die drank heb je er uiteraard niet zelf ingegooid. Nee, nee, vanzelfsprekend niet. Nee, die was gisteren hadden onze huisbazen twee mensen mee in huis. Vrouwelijk schoon. Engelse dames. Ja. En nou, die hebben hier een feestje gehad. Dus. En hier zien we. Even kijken, hoppatee. Ja, en dat komt dus gewoon constant onze neus door, want het waait. En ja, nou ja, het is gewoon een epische plek hier. Het is gewoon wel weer een nieuwe avontuur. En we gaan zo meteen naar de supermarkt. Nog meer drank halen. En een paar uur werken en dan gaan we weer op stap. Het is ondertussen volgens mij 3 uur of zo. Half drie? Ja, volgens mij wel. Kwart over 2. Oké, okay. Het is bijna 3 uur. Of 3 uur is 3 uur. Anyway, we hebben een hele poos gewerkt vanochtend. We hadden gisteren een beetje mindfuck, want we hebben natuurlijk gaan gewoon door met werken. En we zijn een aantal veranderingen aan het doen in ons bedrijfsplan. Dus die zijn al doorgevoerd, alleen daar zijn nu nieuwe stappen bij en die zijn vet moeilijk. Dus dat was vervelend. Maar daar zijn we nu overheen, dus vandaag hadden we een hele goede werkdag. En nu gaan we op zoek naar een hippiemarkt. Tenminste, we weten waar die is, maar we gaan even kijken of het ook werkelijk vandaag is. En wat we doen daar een paardenshow. Ja, wat aanstoot gegeven is dat ze daar echt een paardenshow doen en weet ik wat. En we hadden de paarden al zien staan van de week. Maar nog geen show genoeg. Nee, we hebben nog verder helemaal niks. Dus ja, dat is waar we naar op zoek gaan. En dan gaan we daarna naar het noorden. Nee, waar ging je mee? 10 minuten ten noorden van hier. Oh ja, en dan gaan we op zoek naar weer ons privéstrand. Maar daar hebben ze echt. Ja, daar hebben we gegoogeld. Dus ja, over. We zijn er. Ja. Maar het is nog niet de place to be zoals je ziet. Maar het is ook de achteringang. Maar het ziet er net zo verpauperd uit als dat de meeste dingen hier eruit zien eigenlijk. Ja, ja, als ons huis vooral. Maar vanavond om 8 uur is de show, zagen we net op papiertje. Dus dan gaan we gewoon weer terug. En nou, nu gaan we alsnog dan. Nu gaan we dan het privéstrand doen. Ja. Het is gewoon keihard rots, maar het is echt super mooi hier. En echt gewoon door het rondrijden, wat we nu al 3 dagen doen, hebben we dit gevonden. En ja joh, het is echt een grandioos uitzicht hier op bergen en nu op de zee natuurlijk. Dus ja, we gaan hier even gewoon even brood met water. Boom! En dan gaan we verder. Ja. Privéstrand, want wij volgen steeds bordjes met Kala erop, maar we weten helemaal niet eigenlijk of dat het strand is. Maar als het dat wel is, dan is het zeker wel afgelegen. Dus wij hopen dan natuurlijk zee, een paar auto's. We gaan het zien, jongens. Oh, dit wordt spannend. Ik denk dat we hier moeten parkeren. Ja, ik denk ook.
Geen parkeerwachten zal deze keer, dat is wel gunstig. Oké, wij wachten af. Oké, we zijn op een berg en daaronder is een zee. Het is best hoog voor iets dat vlakbij het strand moet zijn. En we lopen nu al 10 minuten en ik dacht dat we er bijna waren. Maar... ja, maar we gaan gewoon even door, toch? Ja hoor. We zijn er nog niet. We zijn wel een paar mensen tegengekomen met echt hikespullen. Dus misschien zit ook al niet naar het strand. Dit stuk hier nog niet. Sowieso mensen op strand, maar dat is best ver weg. En we kwamen net ook mensen tegen die zijn op zoek naar een hele coole grot hier. Ook ergens hier, die weten ook niet waar het is. En dan kun je opkijken en dat is heel... dat is ook met water, hè. Echt super mooi. Maar het is waarschijnlijk nog wel een heel poosje lopen voordat we beneden zijn. Dus we moeten eerst maar eens op zoek naar het pad. Plus, we hebben over ongeveer anderhalf uur dat ding met de paarden staan waar we heen willen. Dus ik denk dat we een andere keer terug gaan. Morgen of zo. Maar het is wel zo mooi hier. Oké, we hebben het uitgedacht. Daar beneden, dat zie je nu denk ik misschien niet op de camera. Daar lopen mensen. Nee, dat zie je echt niet denk ik. En die hebben gewoon een groot pad gevolgd die wij net al zagen. Die gingen we niet met de auto, want dan kan die auto sowieso niet aan. En die gaan we gewoon morgen volgen. Net zodat we beneden zijn. Dat is echt heel ver. Maar het ding is, we hebben ook gewoon al onze lange vingers en water op. Want ja, dat hebben we gewoon, daar hadden we heel veel tijd voor vandaag gisteren. Dus we moeten morgen bepakt en bezakt met andere spullen. En het is ook gewoon al wat later op de middag. De zon is al een beetje weg. Dus. Ja, ook dat. En dan gaan we hierheen, want het is echt super episch hier. Dit pad hierachter is wat ons morgen, als we dat gaan doen, te wachten staat. Het is niet makkelijk. Dus het wordt een mooie uitdaging. Goedenavond. Hallo. Wij zijn niet bij de paarden, zoals je ziet. Want... en we zijn ook niet bij de paarden geweest. Nee, dat had geen zin. Ja, dat kan gebeuren. Ja, we hadden wel eens een hongerklop, denk ik. Ja. Oké, John had honger, maar toen had hij een banaan en een appel, toen was alles weer goed. Dus... en een stukje chocolade en wortel. Boom. En nu ga ik zo weer zo gemaakt dat eten. Met kip en doperwten, zoals ja. 4 avonden op rij al. Jee. Maar nee, de paarden hadden gewoon geen zin meer in. Dus we zijn naar huis geweest, hebben de webinar die we gisteren bekeken hadden afgekeken. En we gaan morgen terug naar ons privéstrand, hè? Ja, maar tussendoor heb ik nog wel wat sips. Ja. Want mijn telefoon lijkt het ineens niet meer te doen. Dat is een feit, het lijkt niet zo, hij doet het niet meer. Ja, misschien gaat hij het nog ooit doen. Ja. Maar we keken vanmiddag bij die hike nog even, hoe laat is het? Toen deed hij het, komen we thuis. Stuk. Niet meer. Maar ik heb goed nieuws, ik heb mijn deo teruggevonden. Die was kwijt. Ja, waar was die? Nou, die heb je zelf wel in je backpack. Nee, die andere? Nee, die ben ik nog kwijt. Oh. Nou, één van twee is terug. Voor nu, welterusten, tot morgen. En ja, op naar het privéstrand, dan.